Hallo, ik hoop dat dit een beetje bekend voorkomt. Je hebt wit licht, komt op een prisma, en het prisma zorgt voor dat het wit licht uit elkaar wordt geplozen in alle kleuren van de regenboog. Als je nu deze kleuren gaat onderzoeken, dan kun je wellicht iets te weten komen over het licht wat erin komt. En dat is in het kort wat wordt bedoeld met spectraal analyse. En daar gaan we vandaag over hebben. We beginnen wat dicht bij huis, de gloeilamp. Ouderwets, maar hebben we nog wel gebruikt. We sluiten de gloeilamp aan, zodat die gaat branden. En dat uitstralen van licht, wat met een mooi woord lichtemissie genoemd. Emissie, uitstralen. Dat als je nu kijkt naar het schijnbaar witte licht, welke kleuren zitten erin, dan valt het op dat er relatief heel veel rood in zit en heel weinig blauw. Dat betekent dus dat het witte licht niet echt fantastisch is opgebouwd. Vooral niet als je vergelijkt met het licht van de zon. Je ziet zon redelijk gelijkmatig opgebouwd. En daardoor is zonlicht ook anders dan lamplicht. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een spaarlamp, dan zie je dat de spaarlamp weliswaar ook niet super is opgebouwd. Maar het is wel gelijkmatig opgebouwd. Je ziet het trouwens ook hier een paar uitsteeksels. En dat komt door een aantal gassen die in de spaarlamp zitten. Daar zullen we zo meteen nog even over hebben. Al dit soort zaken, die spectra, dat noemen we emissiespectra. En één zo'n ding noemen we dus een emissiespectrum. Ieder gas heeft een eigen kleur. Hier zie je de vijf edelgassen en ieder edelgas kun je herkennen aan zijn kleur. Ja, als je daar een lamp van maakt, dan zie je dus aan de kleur welke edelgas erin zit. En niet alleen edelgassen, ook andere gassen kun je op die manier herkennen. En daar kun je dus ook weer met spectraalanalyse doen. Door onderzoek naar kleur weet je van welk gas het afkomstig is. We gaan even drie spectra apart bekijken. Het continu spectrum, het lijnenspectrum en het absorptiespectrum. We starten met het continu spectrum. Het continu spectrum, ja, het zegt dat continu, laat alle kleuren fantastisch mooi in elkaar overgaan. Je hebt dus een voorwerp en dat straalt alle mogelijke frequenties, alle kleuren naar alle kanten uit. Hoe kan dat? We hadden zo net gezien dat een bepaald gas maar één bepaalde kleur uitzendt. Nou, dat komt omdat zo'n voorwerp bestaat uit heel veel moleculen die dicht bij elkaar zijn. Dat betekent dat het ene molecuul het andere molecuul kan beïnvloeden. En die beïnvloeding heeft te maken met de energie, heeft te maken met de kleur. Energie en kleur hebben met elkaar te maken, daar komen we zo meteen nog op terug. Maar door die onderlinge beïnvloeding krijg je dus dat alle kleuren plotseling mogelijk zijn. En zo ontstaat een continu spectrum. Een ander iets is het lijnenspectrum. Je ziet hier inderdaad echt specifieke kleuren. En dat zou betekenen dus dat het echt te maken heeft met een specifiek gas. En dat is dus ook zo. Ja, je hebt een voorwerp weer, een gaswolk in dit geval. Ja, en die gaswolk die straalt één of twee of drie specifieke kleuren uit. En dat komt omdat die moleculen in die gaswolk ver van elkaar af zijn. Betekent dus dat de een de ander niet kan beïnvloeden. Oftewel, het ene molecuul kan alleen maar zijn ene specifieke kleur laten tonen. En daardoor ontstaat dus een lijnenspectrum. Kijk, hier heb je een lijnenspectrum van natrium. En bij natrium is er één specifieke frequentie die zichtbaar is. En dat veroorzaakt dan ook het typisch gele natriumlicht, wat je ook in straatlantaarns vaak tegenkomt. Het absorptiespectrum is het complement, het tegenovergestelde van het lijnenspectrum. En daar heeft het ook mee te maken. Stel je voor, je hebt een natriumgaswolk. In feite dezelfde gaswolk die we zo net bij het lijnenspectrum hadden. Er gaat nu
wit licht op de gaswolk vallen. Nou, wit licht is, zoals je weet, eigenlijk een mengvorm van allerlei kleuren die samen wit licht vormen. Goed, dat licht dat dringt door in de natriumgaswolk, maar in die natriumgaswolk zitten natriummoleculen. En die natriummoleculen die zijn gevoelig voor die ene specifieke gele kleur. En die ene specifieke gele kleur, die pikken ze er dan uit. Daardoor worden ze met een mooi woord aangeslagen. En ze pikken even de energie eruit. En daarna stralen ze het weer weg. Alleen, ze stralen het wel in alle richtingen uit. Dus het gele licht wat die kant op ging, die zal dus hier op worden gevangen. En daarna gaat het alle kanten op. Betekent dus dat er maar een klein deel van het gele licht verder die kant op gaat. En dat betekent dus dat dat stukje gele licht hier, ja, dat is verzwakt. Want er is een deel van weggenomen. En dat betekent dat je in het spectrum op die plek een minder heldere lijn zult zien. En dat vertalen we dan naar een mooi zwarte lijn. En dat is het absorptiespectrum van een natriumgaswolk. En als je dan het lijnspectrum van natrium boven ziet, dan zie je inderdaad dat het precies het tegenovergestelde is. Als je die twee samen zou nemen, zou je weer het continu spectrum krijgen. En waar wordt dit bijvoorbeeld gebruikt? Nou, bij sterren heb je een gaswolk. En in die gaswolk zitten de moleculen behoorlijk dicht bij elkaar. En dat betekent dat bij zo'n ster wit licht ontstaat. Alle kleuren ontstaan in die kern, oftewel komt mooi wit licht uit de kern. Maar dat witte licht, dat gaat daarna door een gaslaag dat om de zon heen zit, de zogenaamde fotosfeer. En die fotosfeer, daar zitten bepaalde gassen in. En die bepaalde gassen, die zullen dus uit het witte licht bepaalde kleuren halen om zelf aangeslagen te worden. En daardoor ontstaat er een absorptiespectrum. En dat absorptiespectrum, dat kan worden onderzocht op aarde. En daardoor kun je dus gegevens afleiden over de ster. Ja, en het hoeft niet alleen onze zon te zijn, maar er kunnen ook willekeurige sterren uit het heelal zijn. En dat is een heel belangrijk onderdeel van de spectraalanalyse. In BINAS, BINAS tabel 20, vind je diverse spectra. Ja, het begint met het continu spectrum. Daaronder staat het lijnspectrum met allemaal specifieke absorptielijnen. De lijnen die hier zien, dat noemen we de Fraunhofer-lijnen. Ja, die zijn ontdekt door meneer Fraunhofer. Die zijn afkomstig van specifieke gassen. En die staan ook in BINAS. Ja, bijvoorbeeld van waterstof zie je hier de specifieke lijn. En dan zie je trouwens hier ook dat deze lijn hier afkomstig is van deze lijn. Ja, hier zie je eentje te overeenkomen. Daar, daar en daar. Niet alle lijn betekent dus dat er waarschijnlijk ook nog van andere gassen is. Ja. Je hebt ook helium hier. Ja, dan zie je dus van hé, hey, kijk, een van deze twee lijkt wel verdacht veel dat hij hierbij zit. En bijvoorbeeld ook natrium zit hier weer bij. Kijk, hey, dat is ook wel weer leuk. Hè? Kijk, hier twee. Dat komt wel heel precies, want helium en natrium zitten redelijk dicht bij elkaar. Dus het is niet altijd duidelijk van welke lijn nou bij welke gas is. Dan moet je dus ook de andere lijnen bij nemen. We gaan weer even verder naar die kleur en energie en frequentie. We gaan even kijken naar het licht. Licht is een golf. En een golf heb je vorig jaar gehad, hè, met golven. Heeft een bepaalde snelheid. En voor licht is die snelheid altijd constant. De lichtsnelheid gelijk aan 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Wat moet je nog meer nu al weten over golf? Nou, dat is natuurlijk van, hey, wat is een golflengte? De golflengte is, zoals hier staat, precies de afstand tussen twee golfdalen of tussen twee golfbergen. Dat is hetzelfde natuurlijk. Zolang je maar één complete golf hebt, die lengte is één golflengte. En
De belangrijkste formule bij trillinggolven, dat is natuurlijk dat de voorplankensnelheid van de golf gelijk is aan lambda f. V-golf is lambda f. En als je dat dan hier bekijkt, ja, V-golf is c. Dat betekent dus dat voor licht geldt dat c is lambda f. Ja, de lichtsnelheid is golflengte maal frequentie van het licht. Nou, als je dan even kijkt naar de diverse kleurtjes, ja, en je kijkt naar de golven, dan valt op dat als je rood vergelijkt met groen of geel, nee, en dan vergelijk je weer met blauw of roze zou ik zeggen, paars, dan is dus de golflengte van het rode veel groter dan die van het paarse. Ja, dus de golflengte neemt toe als je richting rood verschuift en omgekeerd, de frequentie neemt toe als je naar het paars of naar het blauw verschuift. Kijk eens aan, wat hebben we daar? Golven, zei ik, maar dit zijn plotseling deeltjes. En dat klopt. Licht, dat gedraagt zich als een golf, maar soms ook als deeltjes. En dat noemen we de dualiteit van licht. Het kan zich op twee manieren manifesteren. Zullen we later wat meer in detail op ingaan. Maar nu eerst eventjes, puur eventjes van die deeltjes. Die deeltjes, dat noemen we fotonen. En de fotonen, dat zijn dus lichtdeeltjes. En ieder foton, die heeft een bepaalde energie. En die energie van het foton, die neemt toe als de frequentie toeneemt. Dus rood licht heeft minder energie dan blauw licht, althans de fotonen. En wat is nou de energie van één foton? Nou, één foton heeft een energie, die kun je berekenen met h keer f. Nou, die f, dat is natuurlijk de frequentie. En die h, dat noemen we de constante van Planck. Het is een constante en constantes vind je natuurlijk altijd weer in BINA's en ook deze. Het tabel 7, waarde van enige constantes. En dan zie je hier dus inderdaad de constante van Planck. Nou, en die zie je hier 6,63 keer 10 tot de macht min 34. De eenheid is joules maal seconde. En dan krijg je natuurlijk meteen, omdat je hier joules, en dit is per seconde. Dus dan moet de eenheid van Planck wel joules maal seconde wezen om links en rechts dezelfde eenheid te houden. Goed, Planck. Ja, kijk, hier heb je meneer Planck. Die heeft hier natuurlijk weer ontzettend belangrijk werk bij verricht. En hij is geëerd door deze constante naar hem te noemen. Goed, en natuurlijk, een foton is de energie in joules. Als je nu voor de frequentie invult, kijk, je hebt hier c is lambda keer f, dus f is c gedeeld lambda. Dus als je voor f c gedeeld lambda invult, dan krijg je deze. En deze kun je ook nog eens een paar keer tegenkomen, dat de energie van de foton is h maal c gedeeld door lambda. De golflengte komt vaak voor. Hoe groot zijn die energieën nu eigenlijk? Nou, laten we eerst eens met rood licht beginnen. Rood licht, je kunt de energie berekenen met h keer f, h constante van Planck, en f kun je voor rood licht gewoon in BINA's opzoeken. Kijk, hiernaast staat het, minus 19a, rood licht, golflengte 750 nanometer, nano 10 tot de macht min 9, frequentie staat ernaast, 0,4 keer 10 tot de macht 15 hertz, vergeet niet die 10 tot de macht 15, trouwens je kan natuurlijk de frequentie gewoon ook uitrekenen, door c is lambda maal f. Maar goed, frequentie 0,4 keer 10 tot de macht 15. Dat vul je in. En dan krijg je een energie voor rood licht van 2,7 keer 10 tot de macht min 19 joule. Dus één foton heeft een energie van 2,650 keer 10 tot de macht min 19 joule. Heel erg klein dus. Als je dan blauw licht doet. Het enigste verschil tussen rood en blauw is de frequentie. De frequentie is hoger, dus is de energie ook hoger. Ja, je ziet hier ingevuld een 4,4 keer 10 tot de macht min 19 joule. Maar nog steeds behoorlijk klein. En omdat je werkt met zulke kleine energiewaarden, werken we met een nieuwe eenheid voor energie.
En die nieuwe eenheid die noemen we de elektronvolt. Hoe groot is 1 elektronvolt? Nou, die is op deze manier opgebouwd. Stel je voor, je hebt een spanning van 1 volt. Ja, 1 volt aan deze kant de plus, aan die kant de min. Dus dit is plus, dat is min. En hier plaatsen we 1 elektron. Dat elektron heeft natuurlijk energie, die wordt aangetrokken door de positieve pol. Dus deze heeft een energie. En als we hem dan loslaten, dan zal hij dus die energie omzetten in kinetische energie. En de energie die hij heeft, het elektron, is de elektrische energie. En hoe bereken je elektrische energie? E is Q keer U. Heb je al een keer gehad. Ja, hierbij is Q de lading en U is de spanning. De lading van elektron is 1,6 keer 10 tot de macht min 19. Voor U spanning is 1. Betekent dus dat een elektron in dit geval een energie heeft van 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joule. En dit noemen we 1 elektronvolt. Ja, dus 1 elektronvolt is gelijk aan 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joule. En als je dat naar rood en blauw licht bekijkt, dan betekent dus dat rood licht een energie heeft van 1,654 elektronvolt en blauw licht heeft een energie van 2,754 elektronvolt. En dat zijn gewoon plezierige getallen om mee te werken. De energieën staan ook in binas. Kijk, hier heb je binas nog eens een keer in totaal en dat rood licht 750 nanometer. Frequentie 0,4 en de energie is hier 0,265 keer 10 tot de macht min 18. Dus het komt overeen met wat we berekend hebben, want we hebben berekend 2,65 keer 10 tot de macht min 19. En de energie staat ook in elektrovolt hier, 1,65 elektrovolt. Ja, dus alles wat we berekend hebben staat hier ook keurig in binas, maar natuurlijk wel bij alleen specifieke golflengtes. Kun je afvragen van oké, nu heb ik dus dat een bepaald atoom slechts bepaalde energiewaarden kan opnemen of afstaan, hè, bepaalde frequenties, maar hoe kan dat? Waarom is het beperkt tot een aantal frequenties? Nou, daarvoor heeft meneer Bohr, een Deense natuurkundige, een atoommodel opgesteld. Je ziet hier het waterstofatoom. Waterstof heeft slechts 1 elektron. En Bohr stelde dat dat ene elektron slechts in bepaalde banen rond de kern kan draaien. En hij kan dus niet op een willekeurige afstand van de kern zitten. Nee, het moeten specifieke afstanden zijn. Ertussen is verboden gebied voor zo'n elektron. En omdat hij specifieke afstanden heeft, betekent het dat ook de energie dat een elektron heeft, ook echt vast ligt. Hij kan maar bepaalde energiewaarden hebben en anders niet. En de energie in zijn binnenste baan, die stellen we op 0 elektrovolt. 0 elektrovolt is de energie op het laagste niveau, op het grondniveau. We noemen dat dan ook grondtoestand. Nou, dat elektron die kan 1 baan verder gaan. En 1 baan verder, ja, betekent dat hij meer energie heeft. En de energie in baan 2 is 10,2 elektrovolt. Maar die kan alleen maar als het elektron ook energie krijgt. En waar krijgt hij de energie vandaan? Inderdaad, van licht, van fotonen. Dus het atoom wordt bestraald met licht. En in het licht zitten fotonen. En het foton met een stralingsenergie, met een energie van 10,2 elektrovolt, dat wordt door het elektron gebruikt om de overstap te maken naar baan 2. En in de baan waar hij nu zit, dat noemen we een aangeslagen toestand. Ja, het atoom is aangeslagen, betekent dus dat het elektron een energie heeft gekregen waardoor hij in een hogere baan zit. Nou, op dezelfde manier kan hij natuurlijk naar baan 3. En in baan 3 heeft hij weer een hogere energie, nou 12,09 elektrovolt. Ook hier, hoe krijgt hij die energie? Er is weer straling, er is weer licht. En let op, de energie
die deze straling moet hebben is niet 12,09, want het elektron heeft al een bepaalde energie, namelijk 10,2. Dus heeft nog maar een klein beetje meer te hebben, namelijk het verschil tussen die twee, en dat is 1,89 elektrovolt. Die energie neemt het elektron weer op en hij komt in baan 3 terecht. En op dezelfde manier kan hij dus nog verder naar baan 4. En daar is hij weer een hogere energie. Let op dat de energie hoger wordt, maar de stapjes waar hij mee omhoog gaat, wordt wel iedere keer lager. Ook hier weer, ja, het wordt bestraald, 0,66 elektrovolt en hij gaat naar de laatste baan. Hiermee kunnen we het absorptiespectrum verklaren. Ja, je hebt een natriumgaswolk, alle kleuren gaan er doorheen, maar het natriumatoom, ja, die heeft een elektron en het elektron kan maar specifieke energieën opnemen, niet iedere willekeurige energie. En als je maar één energie waarde kunt opnemen, dan volgt uit E is H keer F dat je ook maar één bepaalde frequentie kunt gebruiken. Dus één kleur pakt natrium eruit en de rest laat hij ongemoeid. En dan krijg je dus een absorptiespectrum. Hier staat het nog een rijtje. De grondtoestand en de eerste drie aangesloten toestanden. Nu hebben we het elektron laten hoppen van 1 naar 2, van 2 naar 3 en van 3 naar 4. Maar ik kan ook in één keer de sprong maken van 1 naar 4 toe. Dat betekent wel dat hij een energie nodig heeft van meteen 12,75 elektrovolt. Maar dat kan natuurlijk. Op zijn beurt kan het elektron ook weer terugvallen. En dat kan ook in stapjes. Ja, stel je voor, hij gaat eerst van 4 naar baan 2. Dat betekent dat hij energie verliest. En energieverlies van 2,55 elektrovolt gebeurt in een vorm van straling. Dus er komt straling uit het atoom vandaan met een energiewaarde van 2,55 elektrovolt. En dat heeft natuurlijk weer een bepaalde frequentie. Hij kan ook weer daarna terugvallen naar zijn grondtoestand. En ook hier weer komt er een straling vrij. In dit geval is de straling 10,2 elektrovolt energierijk. Dus er komt straling uit het atoom vandaan. In BINAS, tabel 21a, staat het waterstofatoom compleet uitgetekend. Heel veel getallen, lijntjes, een toelichting is wel een beetje op zijn plaats. Dus we gaan eventjes bekijken wat alles inhoudt. Allereerst deze kolom. Hier staan de energieën. De grondtoestand is deze. Ja, en die heeft een energie van 0 elektrovolt. De eerste aangeslagen toestand, dat is deze lijn, ja, die heeft een energie van iets meer dan 10. Je kunt hier ook precies zien, het is 10,2002 elektrovolt. Verder, iets meer dan 12, hè, de tweede aangeslagen toestand. En zo kun je dus de energieën per aangeslagen toestand bekijken. Je kunt ook in deze kolom het baannummer meteen aflezen. Aangeslagen toestand, sorry, grondtoestand, baan nummer 1. Eerste aangeslagen toestand, baan nummer 2, etcetera, etcetera. De pijltjes hier, ja, dat zijn de golflengtes van het licht wat uit het atoom komt als een elektron van één aangeslagen toestand naar beneden springt naar een ander aangeslagen toestand, lager gelegen of naar de grondtoestand. Ja, ik heb hem hier getekend van de tweede aangeslagen toestand naar de eerste aangeslagen toestand. En die 656, dat is de golflengte in nanometers van het licht wat uit het atoom komt als een elektron van de tweede naar de eerste aangeslagen toestand gaat. Al deze overgangen, die hebben ook een speciale naam. En die staat hier ook, de Balmer. En belangrijk is dat dit gebied het zichtbaar gebied is. Dus deze overgangen, die kunnen we ook zien in het zichtbaar gebied. Ja, alle andere overgangen hebben ook natuurlijk naam, alleen die zitten buiten het zichtbaar gebied. Wat ook wel opvalt is dat
iedere keer dus er een nieuw aanstaand toestand is. En dat gaat iedere keer verder, maar iedere keer met kleinere stukjes omhoog. En iedere keer ontzettend veel overgangen zijn er, totdat er een maximum is. En dat is een maximum bij een energie van 13,6 elektrovolt. Ja, maar je hebt dus ontzettend veel oneindig overgangen, maar steeds kleiner, ze komen steeds dichter en dichter bij elkaar, tot 13,6. Wat nu, als er een straling op het atoom komt, met een energie groter dan 13,6 elektrovolt? Nou, dan zal het elektron dusdanig energie krijgen dat het atoom verlaat en dan wordt het geïoniseerd. Ja, dan krijgt het zijn ionisatie-energie. Ionisatie-energie is de energie die nodig is om het elektron echt los te krijgen van het atoom. De grondenergie is 0 elektrovolt. De ionisatie is 13,6 elektrovolt. Deze klom. Maar je ziet dat ernaast nog een klom zit. En in die kolom is de ionisatie-energie 0 en de grondenergie is 13,6 elektrovolt lager, dus min 13,6 elektrovolt. Het nulniveau is verschoven. Waarom zou men dat doen? Nou, als je zegt van hey, 13,6 is de grondtoestand, min 13,6, dan kun je ieder energieniveau, althans alleen bij het waterstofatoom trouwens, kun je ieder energieniveau berekenen. Want dan is energieniveau gelijk aan min 13,6 gedeeld door het baannummer in het kwadraat. Vul maar eens voor N 1 is, dus de grondtoestand. Ja, als je voor N 1 invult, dan komt er gewoon te staan E1 is min 13,6 elektrovolt. En dat klopt inderdaad als een bus. Ja, voor deze hier, de tweede aanstaande toestand, ja, N is 3. Als je dat invult, dan komt er min 1,51 elektrovolt uit. En dat klopt ook weer hier. Ja, min 1,51 elektrovolt. Dus op deze manier kun je eenvoudig de energietoestand van ieder baan berekenen. De energie van elektronen kan dus niet een willekeurige hoeveelheid zijn. Nee, het kan in bepaalde stapjes kan het toenemen of juist afnemen. Het is gekwantificeerd. Het is in stukjes. Het atoommodel van Bohr is dan ook onderdeel van de kwantumfysica, een onderdeel van natuurkunde, wat je later dit jaar nog weer eens een keer zult krijgen. En meneer Bohr is een van de grondleggers van de kwantumfysica en ik wil dan ook deze presentatie door hem laten afsluiten. Jullie alvast bedankt voor de aandacht.